elke hoek staat een gids. Dat deed je extra af, hè? Ja? Oh ja, dat ook weer goed. Je hebt je mooie pak aangetrokken, zie je? Eventjes voor de film zo. Kijk eens even. Want dan staan we er wel even op, hè? Voor de kerstkaart. Alleen het water, de ondergaande zon. Tot ze ondergegaan was, die jij verdween. Alles verdween. Al de winter toe. Eindeloze winter. Het ene jaar na het andere. Alsof het niet kon eindigen. Het oude jaar nooit meer eindigen. Alsof de tijd niet verder kon. Beckett. Ooit met een toneelclub mee gespeeld? Of met een Engelse versie van mij gedaan? Een fantastische ervaring hoor. Ik werd uitgejouwd. Nooit meer dezelfde daarnaast. Nooit meer helemaal dezelfde. Maar het was niet nieuws. Als het dit niet was, dan was het dat. Iets gewoons. Iets naar waar je nooit meer dezelfde kon zijn. Naar je voorst gesleept te hebben, jaar in jaar uit. Verzonken in je levenslange drek. Tegen jezelf mompelend. Tegen wie anders? Die zal nooit meer dezelfde zijn hierna. Nou, komt er nog wat van? Verrek, ben je er al? Zo meisje, zo makkelijk stap je naar het leven. En eruit. Nou. Ja hoor.
Ga je eens wachten. Kom, kom nu mijn kleintje, ik help je wel. Wil je nog niet of zit je weer knel? Ik beloof je geen hemel, eerder de hel. Maar de hel van een schaapachter gaat nog wel. Dus kom nu maar weesie, kom nu maar snel. Ik barst van de slaap en ik krijg kippenvel.
Ik kan toch helemaal niet door de beugel volgens u?
Jongens, dat gaat de jungle eens even af. Volgens de heilige moeder kerk. Meneer Van Dijk. Volgens de heilige kerk. En zoals je wellicht wel weet, kan er volgens de kerk ook wel meer dingen niet door de beugel. Ben ik duidelijk of moet ik dit publiekelijk nog even toelichten? Nee hoor, het is al wellicht genoeg hier. En u, meneer Taffijn, wat een genoegen u hier te treffen. Ik had u eigenlijk vanavond in de kerk verwacht. U zou de biechtstoel toch in de lak komen zetten inderdaad? Ja, dat weet ik, maar ik doe dat toch niet voor het daglicht. Oh, natuurlijk, dat begrijp ik. Dat kan het daglicht ook veel beter verdragen, is het niet? Oh, maar weet u wat nu werkelijk een verrassing zou zijn? Als ik eens in de biechtstoel zou zien. Dat is toch ook alweer een hele tijd geleden, is het niet? Moet die ook van binnen gebeuren dan? Oh, bedoelt u dat? Nee, ja, ik snap het. Sorry, maar ja, het komt er gewoon niet van. Druk, druk, druk. En trouwens, ik heb eigenlijk niks te biechten. Nee, maar. Mensen, een unicum. Beminde geloven. Ziet hier, we hebben een heilige in ons midden. Deze mens is waarlijk geheel vrij van zonde. Nou, vrij, dat wil ik niet zeggen. Maar met wat ik nou zondig op een dag, daar kan ik toch niet mee aankomen. Nou, daar zou ik Jezus wel over laten oordelen als ik u was. Ja, dat doe ik ook. Maar ik hou u er niet mee lastig van. Oh, de dames en heren vinden dit leuk. Meneer Pastoor, als u nou zo graag hier de biecht wil afleveren, dan kom ik wel even. Ja? Zal ik u dan maar even apart nemen? Ah, nee hoor, gewoon hier in onze bar. Dat is wel zo gemakkelijk. Dan weet meteen iedereen hoe rot ik in elkaar doe. Eenmaal een slechte naam en je hebt voor de rest van je leven gemakkelijk zijn om altijd. Kom op. Het is voor u toch ook alweer een tijd geleden, is het niet? Ik kom de kop af 2 jaar geleden. Dat was de laatste keer dat ik bij u mijn hart uitschrok. Ik kreeg toen te horen dat ik pas weer welkom was in de kerk als ik genezen was. Dat ik hier was, want dat zal natuurlijk nooit gebeuren. Nou, maar zo heb ik dat niet gezegd. Nee, ik formuleer het nog heel netjes. Maar het is fijn dat het hier nu even kan. Want als deze ongeneeslijke jongen gaat opbiechten wat hij de afgelopen jaren allemaal heeft uitgegeven. De griep is gisteren uit de lint als het leven met mij doet. U heeft het toch niet aan de hart moeten hebben? Ja. U gaat toch niet hier... Ik bedoel, voor de hele goede gemeente. Oh jawel, dat was toch een punt. Ik zou met een pekelzonde besparen, eerwaardig, die dan toch alleen maar ook zedeloze straf, wandeloos zijn gezogen. Ja, pekelzonden zijn ook zonden, natuurlijk. Ja, maar het staat hier over het uur nog. Nee, waar ik nou echt wakker van heb. De zonde die mij het meeste geld, mijn grootste begrijp, waardoor ik zal branden in helft, als ik mijn absolutie niet geef, is... Zullen we dat toch even maken in de Nee, het moet er nu uit. Ik kan zo niet verder. Zeg het dan maar, mijn zoon, zeg het maar. Wat drukt er zo zwaar op jouw geweten? God is barmhartig, hij begrijpt alles. Dit niet. Je hoeft niet zo te lijden, hè? Dat heeft hij al voor jou gedaan, hoor. Maar dat is het dan juist. Ik lijd maar over, maar het is tegelijkertijd zo heerlijk dat ik het niet kan laten. Nou, maar wat is het dan? Deel jouw geheim maar met God. Hij heeft al zoveel aan moeten horen, hij schrikt nergens meer van. Nee, maar u wel? Oh, nou ja, ik schrik ook niet meer zo snel. Verga je deze zonde regelmatig? Ja. Elke dag? Nee, meestal op maandag. Maar heb je daar een vaste dag voor? Voor deze grote zonde wel, ja. Zo slecht, maar zo heerlijk. Ja.
U stelt mijn geduld wel erg op de proef, meneer Van Dijk. Vertel me nu even om wat voor vreselijk vergrijp het hier gaat. Dan geef ik u de absolutie. En dan zijn we er vanaf klaar eens, Kees, ja? U geeft mij de absolutie absoluut niet. Hoezo niet? Gaat dit om moord? Erg, veel erger. En ook niet te genezen. Meneer Van Dijk, zegt u ons nu eindelijk wat u zo vloert en tegelijkertijd zoveel voldoening geeft? Ik ben zo gek, heb ik het in de pistool nog niet meegenomen. Voor welke ongeneeslijke zonde hebt u nu een vaste dag in de week uitgekozen? Nou, zeg het dan, man. Zeg het. Nu! Als oorlog wil, meneer Verkleij, dan kunt u dat krijgen ook. De Heilige Moederkerk heeft al voor hitte vuren gestaan. Het koor! Spreek ik woensdag wel, bij de repetitie. Maar ik zeg u, nu alvast. Alle dames die nog bij mij in de kerk willen komen en niet willen meemaken dat ze vanaf de preekstoel geëxcommuniceerd worden, beschouwen deze plek voortaan als verboden terrein. Ga terug naar huis. En schenk uw man, uw kinderen, de kerk, uw enthousiasme, uw toewijding. Ik ben goed verstaan. Ik kan uw clubje niet verbieden, meneer Verkleij. Maar ik kan er wel voor zorgen dat u de geesten van deze vrouwen, van deze gemeenschap, niet vergiftigt met uw zedeloze liefhebberij, waar zelfs ongeneeslijk zieke personen blijkbaar deel van mogen uitmaken. Het is uit! Basta! En veel plezier met uw herenclubje! Als ik de club hier en nu zou opheffen.
Maar dit heeft hij niet bedacht. Nee, maar dit komt bij Koon vandaan. Dat is de duivel in eigen persoon. Nou, nou mevrouw Voorthuizen, rustig dan. Moet die man ook een kans geven. Ja, gek hè. Ik ken die klerikale wetenspreker inmiddels goed genoeg om te weten dat hij die kans zou grijpen ook. Oh ja, nou hoe goed kent u hem nou wel? Ik kom al jaren bij Clara op de pastorie. En al die jaren zij de huishouding worden gestoord en nog nooit horen klagen. En nu heb ik het zelf gezien. Vorige week zit ik in de keuken een bakje te doen. Komt die glad Janus binnen. Gaat met zijn neus boven de pan hangen. Op zich al net onfatsoenlijk, maar goed. Dan gaat het wat kijken staan slijmen bij Klaartje. Zo van, oh Klaartje, wat heb je met de hemelse hand van koken? Oh Clara, en die goddelijke soep van jou. Hou toch op. Zoiets zou mijn Jacob toch nooit in zijn hoofd staan. Precies, jaloers. Jaloers. Misschien mag ik de heer nog even opwijzen dat ik ook de enige vrouw ben in het gezelschap. En ik kan. En ik hou van toneelspelen. Maar ik hou er helemaal niet van om uitgelachen te worden. Dus, tabee. Wat zoeken jullie maar uit? Beetje kappel aan de boom. Als je meer vertrouwen stelt in hem dan in mij, dan vraag je toch die soepje, hè? Met jullie plat. Kom je er wel achter? Ik zeg je, als die Judas voor een half jaar de tijd krijgt hier in de parochie, is de toneelvereniging ter ziele, de pastoor ook, en ik mijn broodstot. Misschien heeft ze wel gelijk. We hebben de club op, we gaan biljarten of zo. Oh, meis. Ben je gek van Dijk? Hij had het al in zijn kop voordat hij binnenkwam. Ik ben laat avond, Jan, we gaan het niet mee ophouden. Nee, natuurlijk niet, man. Wordt het gewoon stapel gek van om steeds tegen die rotkerk te moeten vechten. En als ze nou ook nog onze vrouwen gaan verbieden. Nou. We zijn hier met 7 mannen. Nou, tot toch aan zijn soort. Dat lijkt dat doe ik niet mee. Je kan niet. Daar zit ook een vrouw in. Mag ik even voorstellen? Ik ben mevrouw Voorhuizen, ik ben dol op toneelspelen, maar ik hou er niet van uitgelachen, want ik hou het grapjes nog voor. Ik ga niet boven mijn soep hangen, ik eet trouwens vandaag helemaal geen soep, ik eet maand al het hele volk. Ik ben op, die bodem zit er, die gaat gewoon de kast weer in, die doen we over 14 jaar wel. Dat is echt, de tijd is er nog niet rijp voor. En anders doen we kleinkinderen er maar over 150 jaar. De stotteraars van de Courant. Ik heb dat stuk nog in Kouwkerk gezien. Jij hebt nog maar 6 uur. Nee, ik heb er 2. Nee, ik heb er ook 2. Ik heb er ook 2. 6 uur moet je drinken. Ja, dat kan ook. Get out!
voeren van uw drie. Dus echt waar gebeurt allemaal. Kom, beleef u in geuren en kleuren. Wat dat boerengezin overkwam. En wat verder nog stond te gebeuren. Met die boer en zijn dolgoeieland. Komt het echte boerenleven. Krijg je nooit op een toneel. Dat moet je voelen en ruiken. In het hooi en op het deel. Ja, het echte boerenleven. Vind je op de boerderij. Al is het er wat vuur op dit late uur. Breng je jas aan en kom mee met mij. Ja, al is het er wat vuur op dit late uur. Breng je jas aan en ga dichterbij. Want het echte boerenleven is geen groot avontuur. Wordt er in een stal geboren, loert de dood al in een zuur. Ja, het echte boerenleven, ik zeg het altijd maar zo. Je werkt je kapot voor een beetje geluk. Wij zijn nergens aansprakelijk voor. Wil je niet met je hand in een maaier? Of tot aan je nek in de stront? Blijf dan braaf bij de groep in de kudde. Dan blijf je vanavond gezond. Want het echte boerenleven breng je nooit op een toneel. Al bij gestanden de koeien. Ja, dat hoort hier wel wat veel. Ja, het echte boerenleven. Ik zeg het altijd maar zo. Je werkt je kapot voor een beetje geluk. Maar een ende krijg je cadeau. Ja, je werkt je kapot voor een beetje geluk. Maar een ende krijg je cadeau. Aansluiten bij het betreffend meisje, vrouw, misschien wel een lelijke kerel, ik weet het niet. Zij zal voor de rest van de avond uw gids zijn. Ik wens u een grote prettige avond.
bent u? Nog steeds. Wat kom je doen? Wij moeten eens praten. Waarover? Over u. Nog niet dat u besteld hebt. Nee, mevrouw. Moe? Die kijkt wel linker uit om mij een mooie dame op het dak te sturen. Zelfs niet één om op te oefenen. Nee, mevrouw. Maar misschien heeft ze zich bedacht. En wil ze het goed maken. Dat is nou een aardig cadeau. Nou, Moemie heeft wel smaak, moet ik zeggen. Maar ik kom er nu even niet uit. De graaier is geklopt en knijs staat te wachten. Meneer, mevrouw heeft mij gebeld omdat ze zich zorgen over maakt. En ik snap niet waarom. Zo snap jij dat. Nou, volgens mij maakt mevrouw zich alleen maar zorgen als een man niet onmiddellijk naar haar rooien wil. Meneer, zie ik er soms uit als iemand van een van haar escortbureau? Nou, je komt er net, hè, moet ik zeggen. Maar nou, je zegt, die tas die kan ik niet helemaal plaatsen. Hé, Peter weer. Wie? Nee. Waar? Niks. Meneer Pijnakker, laat ik even terughalen. Ik ben psychiater bij het RIAC en die vrouw belde me omdat het niet goed met u gaat. Ik moet zeggen, na deze eerste kennismaking, u bent een beetje in de war. Zoveel is mij wel duidelijk. Kun je zien nou in de war een psychiater die eruit ziet als een chique hoer? En tamelijk onbeschoft. Maar ook daarvoor ben ik gewaarschuwd. Hier, lees maar. Is een enorme botdik en zal elke hulp weigeren. Huisbezoek gewenst, maar stuur wel iemand die tegen een stootje kan. Het zijn de woorden van die vrouw. Nou, wat doen we? Gaan we praten of niet? Wat gaat me dat kosten? Hoezo? U bent toch verzekerd, neem ik aan. Verzekerd? Laat me niet lachen, dame. Ik heb een zorgverzekering als je dat bedoelt. Maar dat betekent tegenwoordig zoveel als verzekerd zijn van zorgen. Daarbij die verzekering, we zijn ze nu al aan het uitzoeken waarom dit bezoekje niet onder de dekking valt. Jij wordt niet gedekt, dat weet ik nu al. Vindt u het erg dat ik ondertussen het een en ander noteer? Heeft een obsessieve, dwangmatige, psychopenetraire... Ach, luister toch op, mantelpak. Wat kom je hier nou eigenlijk doen? Ik kom niet beter maken. Beter? Om beter te worden, moet je eerst ziek zijn. En ik ben helemaal niet ziek. Ik ben boos. Boos! De enige die er beter van worden, dat is je verzekering en dat ben jij. Gierige. Paranoïde. Zit je hier nou nog? Rot op, zeg ik je. Iedere tik op dat ding, dat kost me minstens een euro. Wacht, ik roep de hond wel eventjes. Wolf! Wolf! Ik ben hier alleen. Iemand riep dat ik moest blijven. Je accountant misschien? Man, wees nou eens één keer serieus. Is die hond weg? Oké. Ga maar, Wolf. Ga. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn mij even naar de auto te begeleiden. Hoor je dat? Daar is ze weer.
Kijk dan even je domme mensen, zie! Daar heb jij toch voor doorgestudeerd? Kijk dan! Ik heb alleen maar geleerd om naar u te kijken. Vertel eens, wat ziet u? Langzamerhand verzon je het allemaal weer opnieuw. Voor de miljoenste maal. Helemaal vergeten waar je was. Kelly's kasteel en alles. De ruïne van het kind waar je weer naartoe wou. Om te zien of die er nog was. Om je een te verstoppen. Tot het nacht was. En tijd om te gaan. Tot die tijd kwam. Hebt u daar vaker last van? Ik heb last van alles. Maar niet van wat ik daar zie. Toch is dat lastig. Dingen zien die je omgeving niet ziet. Voor de omgeving is dat lastig. Niet voor mij. Voor mij is het plezierig. Voor anderen is het lastig. Zijn als ze dood om het ook te zien. Stuur er liever drie op je dag, dan zijn ze er vanaf. Hier is het. Wat? Daar kwam jij toch voor? Of haak je af zodra het spannend wordt? Jij komt toch een stootje hebben? Wat gaat u doen? Rustig maar. Jij kan je dossier dadelijk weer dichtslaan. Ik niet. Wat is dat? Wat hebt u daar? Ik heb niks. Het is van haar. Het is haar geheime kamer. Van uw dochtertje, dat is... Mij heet ze. Ze moet een nacht mee bezig geweest zijn. Weken. En niemand wist ervan. Pietje. Jawel, graag zelfs. Maar zitten er geen beesten? Nee. Kijk, als ze er al zaten, zijn ze nu dood. Ik heb meer geen weken meer open gehad. En niemand weet ook dat het er nog is. Ik ben nachten bezig geweest om het weer zover te krijgen. En nu is het uw geheim. Laat eens zien. Wel godver hier, godverdaar! Sterretje beesten! En hier nog wel! En je hebt wel nergens meer respect voor! Tuin, eruit! Onmiddellijk! Wegwezen! Schuif maar, maar je niet helemaal op tellen! Nou reken maar, vloerie! Met mij ben je nog niet klaar! Ik spreek jou dadelijk nog wel! En jou ook, sneerlap! En dan zijn je met een trouw ook! Trouwen zal je dan nog direct! De grotere straf zal ik niet bedenken! Ja, ja, betalen wil je! Een beetje in de waarschijnlijk de waarschijnlijk dochter verkrachten! Heb je een godverdomme dame ingehuurd? Betalen zal je! Minstens een week dan namelijk in! Minstens een week! Rustig nou maar, meneer Pijnakker, rustig. Zo erg is het allemaal niet. Het valt zelfs binnen de grenzen van wat we bij het RIAC als normaal beschouwen. Op die leeftijd? Nee, niet hier, niet hier! Hoe durven ze? Dus dit was een andere jongen? Ja, helaas wel, ja. Ja, was ze ook wel. Maar de oudste, hè, dat ging altijd hommeles. Zullen we haar vervolgen wagen? Nee, laat mij maar zitten. Verwijs je vanaf. Wat is dat? Wat hebben ze gedaan? Niets. Ze hebben nergens aangezeten. Nee. Dat valt mee. Knap is als een kind. Het is prachtig. Dat engeltje daar, dat heeft mevrouw gewoon gejat uit onze slaapkamer. Moen was ze weken daar op zoek. Er verdween de laatste tijd wel vaker wat. En al die tijd hield dat kind haar kaak op elkaar. Ik denk dat ze gewoon iets nodig had voor haar hut. Maar ja, dat was natuurlijk wel haar hut. Haar geheime hut. Niemand wist ervan. Dus ze moest wel aan het plunderen gaan. Pas na dat ongeluk. Toen vonden we alles terug. Dat daar, dat zijn hun ouders. Was ze gek op. Zijn je gaar, neem ik aan. Absoluut. Ja, niks. Ik heb er gewoon een leven. Wat komt hij hier?
Nou, gewoon. Na een tijdje heeft ze er eentje opgegraven, schoongemaakt en in met ezel draadjes in elkaar gezet. Het zal niet allemaal op zijn plek gezeten hebben, maar voor haar was hij er gewoon weer. Ze heeft zelfs een soort van hemelbed gemaakt, hè? Wat een mooie stof. Ja, maar ik denk dat dat een beetje van Wolf was. Die had hij natuurlijk al lang een keer betrapt. Ja, hoe oud was ze? 11 jaar. Maar ik moet weer eens verder. En we gaan ze ook merken. Dank u wel, meneer Feyenoord. Ach hoor. Dat u mij dit hebt laten zien. Ik vond het heel bijzonder. Ja. Wat een kind, hè. Kom, ik breng even naar de auto. Van toneel en je kan niet eens dansen, dus wat heb ik daar dan? En die poppen zeker wel. Ik leid. En ze zijn behoorlijk licht. Ik zie me jou al optillen. Je hebt me niet eens gevraagd. Ik zou toch nee zeggen. En waarom drie? Oh, daar gaat het stuk over. Drie zussen. Hoe heet het stuk? De Ballroom Sisters. Oh, vandaar. Nou wat. Nou, die drie scharminkels in mijn jurken. Ik moet toch wat? Ik moet ergens mee oefenen. Die drie mooiste nog wel. Ja, daarom juist. Als ik je door de weekse kloffie neem, dan kom ik niet in de stemming. Moet natuurlijk wel een beetje ballroom zijn. Dat is toch geen ballroom, man? Daar gaan we naar de kerk. Nou, deze komt toch aardig in de richting. Die heb ik gekocht voor de begrafenis. Weet je dat niet meer? Ja, tuurlijk weet ik dat nog. Zat je dit aan? Waar gaat het eigenlijk over, dit stuk? Oh ja, het is een geweldig stuk. Nou, het gaat over drie zussen. Ja, dat zei je al. Ja, wacht nou. Ze zitten alle drie op ballroomdans. En ontmoeten daar een wat oudere man die heel goed is. En die zelfs aan wedstrijden meedoet. En die moet jij spelen. Nou, dat wordt wel even oefenen, hè? Nou, wacht. Ze worden alle drie smoor verliefd op die man. En die man op hen. Op alle drie? Hij versiert het hele trio. Ja, niet tegelijk natuurlijk, om de beurt. Een smeerlap. Nou, als die zussen erachter komen dat hij met alle drie aanlegt, zijn ze zo ziekelijk jaloers op elkaar, dat ze alle drie besluiten de andere twee uit de weg te ruimen. Ja, lekker spelletje, zeg. Dat doet me een beetje denken aan de zusjes van Aspoester. Ja. Nee, nee. Het gaat helemaal niet over Aspoester. Drie zussen. 1, 2, 3. Niet meer. Ik hoor je wel. Nou, die Aspoester is er wel, maar die moet thuis blijven. Ze kan niet dansen. En ze houdt niet eens van toneel. Nee, mens. Het gaat helemaal niet over Aspoester. Gewoon drie zussen. En wie gaan die zussen spelen? Oh,
er naartoe. Ik geloof dat Diertje... Niemertje? Die, ja, die ken je niet. Die is nieuw bij de club. Hoe oud is ze? Ik wel. Rond de 30, denk ik. Is ze leuk? Ja. Ja, ah, ze is een leuk mens. Nou, en verder Anne en Rosa. Oh ja, die andere twee, die juist goed vindt. Nou, ze zijn niet slecht. Ze spelen niet slecht. Maar denk je dat ik het aankom? Ik bedoel, zo'n goede dansen. Nou, dat dansen moet je nog even oefenen. Maar voor de rest ben je geknipt voor de rol. Hou nou toch eens op, ik weet niet eens zeker of zij het worden. En trouwens, maak je maar geen zorgen, ze passen ze niet eens. Weet je trouwens hoe het afloopt? Nou, laat me eens raden. Ze leeft er nog lang even. Nee, weet ik hier niet. Hoewel, zij wel. Zij wel? Als die zusters erachter komen dat ze elkaar naar het leven staan, raken ze helemaal in paniek. En komen met een schok bij zinnen. Dan krijg je een prachtig gesprek tussen die drie, razend knap geschreven door John Helmick. Waarin ze tot de conclusie komen dat hem niks te verwijten valt, maar dat hij de oorzaak is van de hele toestand. Enfin, de liefde voor die man, dat ben ik dus, slaat om in een soort van gezamenlijke haat. Ja, daar kan ik niets meer voorstellen. En u gaat verder? Ze komen tot de conclusie dat hij gestraft moet worden voor het zaaien van haat tussen elkaar liefhebbende bloedverwanten. In een soort van rechtszitting, gewoon thuis aan de keukentafel, wordt meneer schuldig bevonden van de slechte gedachte die in ieder van ons opkwam om elkaar naar het leven te staan. Hij wordt ter dood veroordeeld. Ongelooflijk toch? De man waar ze zelf verliefd op zijn geworden. De man die ze met alle geweld wilde hebben. Ze maken hem af. Net goed. Snap je dan niet dat Helmick hier de rechtsgang van alle verdorven politieke systemen blootlegt? Nou, kijk, die stap gaat me iets te snel. Noord-Korea, Sovjet-Unie, China, Irak. Wat zeg ik? Amerika, Europa. Het is overal hetzelfde en het wordt alleen maar erger. Overal ter wereld ballroom-sisters die niet de hand in eigen boezem steken, maar anderen laten boeten voor hun wangedrag. Ben jij? Wat jij doet, wel niemand denken. Zolang jij leeft, moet ik me schamen voor mijn bestaan. Dood, dood! Alles viel ons dood. Miljoenen onschuldige, rechtschapen mensen ter dood gebracht om de misdaden van anderen te bedekken. Snap je het nou? Nou, dat is een heftige monoloog. Zit het allemaal in het stuk? Hitler was een ballroom-sister. Buitenste. Ze kan nu zijn. Ze zit overal. Die zussen zitten overal. Dat is het aangrijpende van Helm. Ik kan laat je voelen dat die zussen overal dansen. Ze dansen ook in de Haag. Overdrijf je daar niet een beetje? Nee, ik zweer je met de hand op mijn hart, Moen, dat er in dit hele land niet één politicus rondloopt die zo eerlijk is, zo zuiver, zo onbesmet en oprecht als jij. Het is wel schakel, hoor, met jou. Meen je dat nou echt of speel je nou toneel? Hey, hallo, ik ben Moen, hoor, je vrouw. Niet Diebertje of een van die andere meiden. Moen, domme dikke Moen. Mijn vrouw. De moeder van mijn kinderen. Mijn rots in de branding. Mijn baken. Ja, of het lampje uit is. Mijn houvast. Ik niet meer weet wat ze vast moet houden. Ben jij nou boos? Ik herken je bijna niet meer. Trouwens, die theorie van jou klopt ook niet. Ik ben toch ook niet zo onbesmet? Ik was toch aardig jaloers op die jurken? Ja, maar dat bedoel ik nou juist. Heb je ooit wel zo'n Haagse gladjanus horen zeggen dat hij jaloers is? Hij is geobsedeerd door jaloezie.
Het is een drijfveer. Hij zou niet meer zonder kunnen. Heel diep van binnen weet hij misschien dat jaloezie een kwalijke eigenschap is. Die al je besluiten beïnvloedt. Maar hij zou instorten als hij die eigenschap niet varen. Hij. Sommige vrouwen zijn ook niet mis. Hey, jij nog veel erger. Met hem vergeleken ben jij de heilige maagd Maria. Die mantelpakken kunnen elkaars bloed wel drinken. Maar zeiden ze dat nou maar eens? Dat zou een hoop ellende schelen. Hey, waarom wil je toch altijd dat ze dat zeggen? Dat weet je toch gewoon? Dat is een code. En niet alleen bij politici. Ja, ik kan daar niet mee leven met die code. Die algemeen aanvaarde code die een zogenaamd linkspoliticus het recht geeft om schande te roepen. Wanneer een bisschop begrip heeft voor een arme donder die een brood steelt. Terwijl diezelfde schurk nou in allerlei commissariaten van multinationals de arbeiders uitbuit. Die eerst vertegenwoordigde. Wie moet er nu schande roepen? Ik boos roep schande. Schande! Nou, kalm dan maar, rustig. Dat horen ze in Den Haag toch niet. En je maakt al het dier onrustig. Oh, horen jullie me niet, stelletje huichelaars? Ik boos doe jullie leugenaars, raddraaiers, stokers en sjoemelaars. Volksvertegenwoordigers, hè? Volksverraders, kan je beter zeggen. Is er met die man? Nou, stelletje parasieten. En, zijn jullie nog wel een leuk wedje aan mijn kop stoken om de boerenstand om zee te helpen? Er valt vast wel wat te halen, denk je niet? Ten slotte moeten jullie salarissen nou maar eens worden gelijk getrokken met dat van jullie collega graaiers uit de bedrijfsleven. Wat zegt de linkervleugel? Niet op reageren. Waar zit de linkervleugel eigenlijk? Nou, vertel het uit. Wat lief meneer Josias. Die zijn momenteel wel rechtser dan de rechtser. Daar die zelf weer in hebben krijgen op de smoer. Zo betrouwbaar als een dijk. Luid de klokken. Dove stroming is daarbij. Betrouwbaar, ja dat willen jullie ons graag doen geloven. Als je met die onschuldige koeienogen de camera in kijken. Je hoeft de televisie maar aan te zetten of te zitten. Of is een schijnheil aan mormen ons volk te belazeren. De mond vol over normen en waarden en zelf de zaak maar liegen en bedriegen. Het is gewoon een belediging om nu onvernaamd te moeten worden. Wie denk je ook? Het is mooi, hè? Hij zet ons wel te kijken, en alle aanmaningen. Maar daarvoor hebben wij tot al van procedures bij het zijn. Een stuur, ja, dat kennen we, ja. Standaardbriefjes en een klachtentelefoon met 26 verschillende keuzemogelijkheden. Zodat je het vanzelf wel opgeeft. Luister nou toch eens! Oh, wat dat is er nou? Hier, de Veiligheidscommissie, €1200. En dan heb je de bestand die betaald. En dan heb je de kliklijn. De kliklijn? Ja, iemand heeft gezien dat Kees achter de los moet wateren. Oh, we gaan nou op die tour, dames en heren van de Stasi. Nou gaan we ook de bevolking tegen elkaar opzetten. Om ons allemaal te besmetten met jullie roddel- en achterklapvirus. Nou, denk dat maar niet. Kiezersbedrog. Jullie zijn de eerste die gehangen. Revolutie. We strijden. Op naar de Haag. Uit de rusten plakken ze er nog een beetje aan. Maar in de tussentijd, schrijft u alvast een uitgebreid bezwaarschrift naar de overheid. Waarom de overheid? Hier is een formulier en nog een formulier. Zet nou eerst eens in tienvoud al uw brieven op papier. Wat moet ik hier nou mee? Kijk jij hier even naar, want ik heb echt geen idee. Nou laat eens even zien, Oh wacht, dat is een klacht, dat is niet voor mij, dat komt naar kamer 10. Ja, doe maar gauw naar kamer 10. Daar komt het net vandaan. We moeten terug naar die boer, hij heeft zijn werk niet goed gedaan. Uw klachten missen elke onderbouwing. Wij verzoeken u om maten en gewicht. Van uw trekker en uw kippen en uw trouwring. Zo die is mijn leven zoet, nu kan de laag.
met die man? Wat is er met die man? Een omstandige burger. Ja, dat zien wij, maar wat is er dan? Het lijkt wel op kritiek. Zo heet meneer kritiek. Hij heeft totaal geen vertrouwen meer in zijn politiek. Wat doen wij daar nou aan? Wat doen wij daar nou aan? Niet op reageren, joh, het zal vanzelf wel overgaan. Vertrouwen heeft dat nooit bestaan. Misschien heeft hij gelijk. Goedemiddag, zuivelgigant Arla-voedsel. Enkele zuivelfabrieken in Denemarken en Zweden sluiten. Uit een analyse moet de komende maanden definitief duidelijk worden welke fabrieken zullen sluiten. In Jutland zou in principe een van de drie melkfabrieken kunnen worden gesloten. In Zweden staan er twee fabrieken op de agenda. De maatregelen komen boven de inperking van de lokale structuur, waartoe het enige jaren geleden is besloten. Heeft de boeken over 2010 afgesloten met een omzet van 148 miljoen euro. Dat is 65 miljoen hoger dan in 2002. Wordt er ook gekeken naar de resultaten van de vier handelsbedrijven, dan is de omzet 440 miljoen euro. Een plus van 22%. De helft van de varkenshouders heeft een totale van aflossingen tijdens de formatie van de slechte financiële situatie. De varkensbedrijven zijn vorig jaar 10.000 euro geïnvesteerd op het eigen vermogen. Uit de voorlopige jaar zijn vaak moet ik het nog zeggen? Ik weet het wel. Doe het al van mij. Nee, niet meer. Nee, niet meer. We hebben het er niet meer over. 1000 euro meer uitgegeven dan ze hebben ontvangen. Op het gesloten bedrijf is het eigen vermogen gemiddeld met 42.000 euro gedaald. Tot zover het agrarisch nieuwsoverzicht. Ja, maar als ik eet, dan komt hij nog in een half uur. Wel, als hij denkt dat hij niet aan de telefoon zit. Net alsof jij altijd op tijd bent met eten. Ik moet wel op tijd zijn, want ik moet altijd de tafel dekken, water inschenken, afruimen, afwassen. Ja, oh, beginnen we weer? Nee, het is al goed. We hebben het er niet meer over. Klaar. En ging het een beetje? Ja, prima. Zo mak als een lammetje. Geen centje pijn. En heb je de klanten erop gezet? Nou, dat werd lastig. Ik heb het uiteindelijk met de grubbel gedaan. Dat ging prima. Met de grubbel? Met de grubbel? Godsamme, je weet toch dat de grubbel daar niet voor geschikt voor is? He, als eenmaal hij zijn grubbel gerookt heeft, dan krijg ik hem nooit meer in zijn klant. Dan kan het helemaal zo weer omwisselen. Nou, dat zou ik niet doen, pa. Die grubbel, dat is dé oplossing. Hé, hey, maar wie belt er trouwens voor me? Griet? Ja, nou je het zegt, dat hoef je voorlopig niet meer te zien. Sus. Wat, ik zeg dan niet. Nee, wat is er dan? Het is helemaal niks, jongens. Dan zit je gewoon weer te stappen. Nee, nou wil ik het weten ook. Wat heb jij verteld, Krijn? Probeer de boer te verzieken. Ik probeer helemaal niks te verzieken. Dat heb je zelf gedaan. Wat heb je gedaan? Wat heb ik gedaan? Ach, rot toch op met die klampa. Dat ding is hopeloos verouderd. Op de landbouwschool, hè? Op de landbouwschool is het ook al grubbel, grubbel, nog eens grubbel. Hoe je dat beest anders op zijn poot te kijken. Met die klamp, ja, loopt hij volgende week nog niet. Wel eens van moderne bedrijfsvoering gehoord? Wel eens van ervaring gehoord? Voor nare ervaring moet je weg eten. Ja, hou jij je geitenkop nou maar. Moet jouw eerste vriendje nog maar eens zien. Weet je hoe ze in de kroeg over je praten? Gut, praten ze daar ook? Mijn vriendje is liever en verstandiger dan jullie allemaal bij elkaar. Moderne bedrijfsvoering, ja, ja. Smakelijk. Jezus. Hey. Ja, toch EHBO-examen vandaag? Hey, morgen. Waar ik nog even over hoor. Nee. Vuur! Ik heb de gier en de graaier afgesloten en staan op buiten gespoeld. Alles is nou rustig. Buiten? Ja, ja, dat is goed. Maar ben je morgen op tijd? Waar, ik kom het aan al lekker. Ik hoorde vanochtend de eerste hamer, toen pas een brommer. Ja, dat klopt. Ik lag er gisteravond pas om 8:30 in. Dat zal niet meer gebeuren. En waarom lag ik pas om 8:30? Goedenavond. Doei. Rustig, Knees. Tot morgen.
Moet je opletten. Komt hij zo weer. Is hij weer wat vergeten of zo? Het is elke avond hetzelfde liedje. Oh ja, even bij de 172 kijken, want ik vond een kapotgetrapte grubbel in de gang. Ik weet niet wat daar mee aan moet. Die had een zwakke knie. Ja, ja, ik zet de klam er wel op. Ah. Tegenwoordig eerst niet meer. Nou, papa weet toch ook niet meer? Ja, hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Ik weet het, Bos. Wij bidden wel voor jou. In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijn, en de Heilige Geest. Helemaal niks, die loopt doen. Maar wat denkt mama? Mama denkt, sinds hij niet meer toneel speelt, zegt hij nog weer iets aardigs tegen me. Mocht je wel wat je zegt. Toen ik toneel speelde, was ik aardig. Ja, misschien is dat wel mijn probleem, dat ik niet meer wil toneel spelen. Hou je dan nog van mama? Ach, wat is houden van. Zeg, eet nog eens wat. Hoe vaak moet ik nou nog zeggen? Dat je niet van boerenkool houdt. Dat je weer toneel moet gaan spelen. Doe alsof, bedoel je. Veinzen. Wat is dat? Veinzen? Ja, dat kunnen kinderen niet, goddank. Maar ik moet weer toneel gaan spelen. Oké. Nou, leg maar eens op dan. God almachtig, heilige Maria, Jezus aan het kruis. Voor u staat een zondaar. Een boer die veinst. Veinst? Die zijn hele leven al toneel heeft gespeeld. En dan bedoel ik niet alleen acteren, want dat deed ik met het grootste plezier. Ik speelde misdadigers, ridders en andere moordenaars. Maar ook goed volk. Helden, vrijheidsstrijders. De paus. En zelfs een keertje u, heer. Aan het kruis genageld en wel. Ja, niet met echte spijkers natuurlijk, hè, want dan stond ik hier niet meer. Maar dan zag het toch verdomd echt uit. De eerste keer dat ze me tijdens de repetitie aan het kruis omhoog hezen en ik geen kant meer op kon, ging de hele vereniging naar huis. Ze lieten me hangen, heer. Vrijwel nakend in die ijskoude stal. Gierend van het lachen vertrokken zijn, net als die lafaards die u toen achterlieten met een stelletje misdadigers. En dan ging ik, heer. Met alleen zo'n lapje voor mijn schaamdelen. Maar ik gaf geen krimp, ik gaf geen krimp! Ik bleef in mijn rol. Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen, riep ik ze na. En met ijspegels om mijn kloten speelde ik alsof ik in een verzengende hitte op de Calvariëberg ging. En ik moet eerlijk zeggen, vergeleken bij mij hing u daar comfortabeler. Ja, u had natuurlijk een dorst, een ontzettende dorst, maar ik kreeg een kou op mijn borst. Nu kon ik een praatje maken met dat gespuis om u heen. Maar naast mij hing helemaal niemand. Links was het behe, en rechts was het boe. En heilig maagd Maria, voor mij stond te treuren, stond te kwispelen en te hijgen. En hield niet op met janken. Ja, niet dat ik er enige troost of vermoediging uit kon putten. Uren heb ik daar gehangen. Het was maar een uurtje hoor. Toen kwamen ze alweer terug uit de kroeg. Maar zullen wij maar alvast gaan eten, want hij is nog wel even bezig. Oh.
maar ik heb het overleefd. En weet u hoe ik het overleefd heb, God, Heer Jezus, Allemachtig? Ik heb het overleefd door mij in te leven. Ondanks de kou en de geur van vee en veevoeder in het vlakke kille Holland, was ik op de Calvarieberg. Ik ging zo op in mijn rol dat de ijspegels rond mijn goddelijke klokkenspel smolten. Het zweet gustte langs mijn lichaam, op het laatst smeekte ik zelf van water. Dus stal ik wel een sauna, zo heet, water, water, brulde ik, water, water. Nou, hij heeft er anders nog een flinke longontsteking aan overgehouden. Hij heeft thuis nog wel een weekje gezweten. Daar ziet u maar, heer. Dat acteren mij eens het leven heeft gered. Louter door mee in te leven. Overleven. Ja, juist. Hey, maandag repeteren we weer. En ik kom hier al. En daarom, heer. Gezegend de acteur, de mensen kennen die zichzelf bevrijden door zich in anderen te verdiepen. Juist. Maar vervloekt. Vervloekt de toneelspeler die die tijd en plaats niet kent. Die zich onaangekondigd en zonder smink buiten het theater begeeft. En zijn talenten gebruikt om de boel te belasten. Ja, vervloekt, ja. Je kent ze wel. De Judassen. Ja, ja. De wolven. Die moeten ze schaap moeten spelen. Of erger nog, de chameleons die zich aan alle omstandigheden kunnen aanpassen en daar misbruik van maken. Ze hebben een smet op het edel acteren, want zij spelen niet. Zij veinzen. Juist. Maar het meelij, heer. Het meelij, heer. Met de mensen die moeten veinzen tegen wil en dank. Juist. Het slavenkoor. Ja. De weerloze massa. Ja. Zij moeten wel toneel spelen omdat ze anders worden verstoten. Juist. Vrolijk gaan ze naar hun werk terwijl ze helemaal niet vrolijk zijn. Nee, nee. Monter en opgewekt brengen ze de baas een koffie terwijl ze met liefst het hete vocht in zijn aars zouden gieten. Ja. Hier. Met een veinzende boer die een zorgzame vader speelt, een liefhebbende echtgenoot. Maar hoe liefhebbend ben ik echt? Heb ik mij ooit in haar verdiept, mij ingeleefd? Ze is niet eens zo lief. Mijn hele leven, God Heer Almachtig. Allemaal maar spel. Wanneer was ik voor het laatst mezelf? Of wanneer mag ik het eindelijk zijn? En het gekke is, toen ik daar zo aan het kruis hing, was ik er eigenlijk heel dichtbij. Is het andere maar spel? God, ik hou van mijn gezin, echt waar, denk ik. Maar het enige wezen waar ik tot in het diepst van mijn ziel mee verbonden ben, is een kind dat jij hebt afgenomen. God van niks en niemendal. Ja, dat je nou je eigen zoon naar de kluis laat nagelen, u zal er wel een goddelijke reden voor gehad hebben. Maar daar heb ik niks van zo'n vader. Dat heeft wel niks geholpen ook. Maar dat je mij het kind afneemt. Dat je mij het kind afneemt waar ik nooit aan getwijfeld heb. Die niet acteerde, die niet veinsde, die niet huichelde. Die zo puur was en zo echt. Wat? Daarom bid ik niet meer en zal ik niet meer bidden ook. Maar, je was toen net aan het bidden, pa. Ben ik naar huis? Nee, Wip, dat was geen bidden. Dat was naar Veinzen. Ja, die kunnen we afschrijven. Die komt echt niet meer van mij. Die heeft hij verloren. Hij was goed. Zonde. Ik had het ruim soms al. Ik had het ook soms al. Ik
voorstelling, dus als het klaar is. Goedenavond. Goedenavond. Service transport. Ja, zeker weten. Ik vind het zitten en de actie van de mensen staan. Mensen die lekker graag staan, die mogen kopjes. Jezus Maria. Heel zuinig op dit land beginnen. Gisteren was hij nog vol. Oh, nou snap ik het. Dat is niet zo mooi. Kom je niet meer aan? Zo de meter pa! En ik dacht nog wel dat het allemaal spel was. Aandachtsvragerij. Wat een lullen, hè? Hoe kan iemand nou zo laten zitten? Kom moedertje, zie dat maar even niet. Hij ziet er nu heel anders uit hoor. We hebben hier een lichaam in dit spel. Die is niet rond meer. Jou? Ook niet. Paars. Bij de big was eruit helemaal. Grijs. Weg. Gadverknijs. Wie moet je in zo'n geval bellen? De vuilverbranding? Of de chemokar? Alle herinnering zoals je was. Zoals een wild herinnering. Hoe ver moet je dan terug gaan, ma? Kom, dan breng ik zusje even naar huis en regel ik het hier verder op. Het spijt me zo ontzettend veel. Twee keer in een half jaar tijd. Je bent een goede jongen, Krijs. Maar het was te verwachten. Laten we nog heel even naar hem kijken. Kom, zus. Laten we de pastoor maar weer bellen. Als je dat maar uit je hoofd laat! Ja, sorry, moe, maar ik kon niet meer stoppen. Het was al te laat. Jullie zijn er wel ingetrapt, hè? Ja, ze ruilen! Wilsterren! Ja, ik doe het nog niet zomaar! Ik doe het voor een stuk! Ik doe het voor een stuk en aan het einde van het stuk moet ik heel vaak dood liggen! En ik heb voor een stuk? Ik heb het geprobeerd! Ik heb een stuk! Ik heb een stuk! Ik heb het geprobeerd en nu heb ik de waterpuree en nu... Hé! Hé! Hé!
hij nou een keer? Beheersen? Wie moet zich hier leren beheersen? Elke keer neemt die mama weer te grazen. Hem maar pijn doen. Hem maar pijn doen. Neem me mij weer. Wie is deze vader? Een grote bekker. Maar het incasseringsvermogen van een kakkerlak. Oh, moe. Ik heb zo'n pijn, moe. Ik kan het allemaal niet meer aan, moe. Maar nou ben je te ver gegaan, vader. Dit is echt de laatste keer geweest dat je... Ik dacht al dat je hier zat. Ja. Kom dan naar bed, mom. Het is al zo laat. Je valt nog kou zo. Laat me nou. Ik kom zo. Wat heeft dit nou voor zin? Hier word je toch niet beter van? Wie moet er hier beter worden? Jij ook. Iedereen. Wij allemaal. Ik dacht dat het tot nog toe alleen maar over jou ging. Ja, maar dat snap je toch ook wel? Ik heb toch... Jij deed helemaal niks. Jij deed je werk. Als ik... Het was een stom ongeluk. Niemands fout. Of van ons allemaal. Niemand van ons wist van haar kamertje. Misschien hadden we dat moeten weten, maar als... dat wilden ze niet. Als ik beter had opgelet. Als. Alles in deze wereld was anders gegaan als. Als ik 3 kilometer verderop was geboren, had ik je niet eens gekend. Als ik niet mijn gevoel, maar mijn verstand had gevolgd, was ik niet eens met je getrouwd. Is dat zo? Ah, dat kan je helemaal niet weten. Je was toen nog niet eens bij je volle verstand. Nou, ook dat nog. We zijn er net zo onbezonnen aan begonnen als meisje in het kamertje. En als we dat niet hadden gedaan, dan was meisje niet eens geboren. Dan stonden we hier nu niet. Ik ben wel blij dat je toen op je gevoel af. Ben je blij dat meisje geboren is? En wat dacht je? Nou dan, dan moet je nu ook niet zeuren. Dat is de consequentie van kinderen krijgen. Maar je gaat er als ouder toch niet van uit? Nou, ik wel. Je krijgt geen enkele garantie. Je hebt niet eens het recht op een jarenlange verblijf in jouw bestaan. Je mag van ze houden, voor ze zorgen, dag voor dag. Morgen zijn ze weg. Vandaar dat jij zo nuchter... Wat bedoel je? Hard? Gevoelloos? Beheerst? Ja, dat is heel wat anders. Dat ben ik een meisje verplicht. Ik zou me schamen als ik hysterisch huilend bij de graf zou staan. Of zou dreigen mezelf een kant te maken. Dan heb ik toch niks van het leven begrepen. Daarmee doe ik haar toch nog in recht. Als ik al een aanvechting krijg om mijn huilen uit te barsten, dan veeg ik mezelf onmiddellijk bij elkaar. Voor haar! Je mag nog gewoon kwaad worden! Eventjes ja. Maar ik heb al gauw gemerkt dat het geen enkele zin heeft. Ik heb voor mijn kinderen altijd een rustig baken willen zijn. Wat er ook gebeurde. Het was allemaal goed of zou wel goed komen. Ik heb maar steeds het gevoel dat als ik geen rust vind, dat zij ook geen rust van krijgen. Alsof ze nog steeds met die verbaasde ogen naar me kijkt en zegt... Wat vind jij er nou van, mama? En in gedachten kijk ik haar aan en zeg... Ga maar, meis. We zijn blij dat je eventjes bij ons was. Ga maar. Wij redden ons wel. Meis! Niet weggaan! Wat doet een moeder in Afrika die terugkomt van de markt en een man en kinderen in stukken vindt omdat de hoeders even zijn langs geweest? Ga maar, meis. We hebben geboft met jou. Ontzettend geboft. Meis, niet doen. Wat doet de moeder die een springlevende kind nu ligt in zo'n tent na een beenmergtransplantatie en die net te horen heeft gekregen dat het niet is aangeslagen? We hebben geluk gehad, Boos. Puur geluk. Zeg dat niet, Moes. Zeg dat niet! Wat doet de moeder, wie een kind voor de deur wordt doodgereden door zo'n stomdronken idioot? Over schuld gesproken, waar zit je toch over in? Ga maar, meis. We zijn blij met 11 jaar. Alleen maar geluk. Meis. Alleen maar geluk. Luister over 1 keer niet naar je moeder. Ik ben het toch ook nog? Een kind verliezen is 1. En wat er allemaal daarna gebeurt... Nee! Eindgoed
Pijnakker, de oudste dochter van Mom en Boos. Ik was de trots van mijn vader. Totdat Meis kwam, mijn jongste zusje. Papa's zonnetje. Zij was ongeveer in alles beter en bij de hand dan ik. Ik zeg was, want gelukkig is ze dood. Dat heb ik niet gedaan, maar ik had het wel kunnen doen. Want ik haatte haar. Ze was altijd vrolijk. Stapelgek werd ik ervan. Weet je hoe dat is om een zusje te hebben dat altijd vrolijk is, terwijl jij het niet bent? Dat is niet leuk. Op school al. Ik kon moeilijk meekomen, want altijd met iedereen ruzie. Spinazieacademie, daar kon ik heen. Maar Meis? HAVO-VWO-advies. Hoppa! Haar kwam altijd alles aanwaaien. En als het een keer niet waaide, dan zoog ze het wel naar zich toe. Je hebt van die mensen, zondagskinderen. Zo'n kind was Meis. Ik niet. Ik lijk op mijn vader. En nooit vrolijk geweest. Ik kan het me tenminste niet herinneren. Zeker niet meer nadat zij geboren was. Maandenlang had ik er met mijn moeder naar uitgekeken. Dat ik eindelijk een zusje kreeg na zijn stomme broer. Maar toen het eenmaal zover was, werd ik de kamer uitgestuurd toen de familie kwam om haar te bewonderen. Ik ben toen een keer voor het raam gaan staan en stak mijn tong uit naar die stomme tantes die binnen taartjes zaten te eten met een vieze poedersmoelen boven de wieg gingen. En dan schreeuwde ik naar ze, ga weg! Het is mijn zusje! Blijf met je stinkpoten van haar af! En dan kwam mijn vader naar buiten en dan kreeg ik me ervan langs. Snapte ik niks van. Hij was altijd zo aardig voor me geweest en nou dit. En dan werd ik weer naar het zoldertje gestuurd. Maar mijn moeder nam het altijd voor me op. Dat zal ik nooit vergeten. Nee, vanaf de eerste dag had ik het altijd gedaan. En het was zelfs zo dat als Meis een keer iets had uitgevreten en ze dat ook gewoon zei, mijn moeder nog, mijn vader nog niet eens geloofde dat zij het had gedaan. Ik had haar graag om zeep geholpen. Maar godzijdank heeft ze dat zelf al gedaan. Nou ja, zelf. Laten we zeggen, ik heb er een handje geholpen. Eigenlijk lijken katten nog het meest op mensen. Gluiperd zijn het. Niet te vertrouwen. Alleen mijn moeder vind ik aardig. En Knijs. Toen Knijs kwam, ik weet niet. Hij is helemaal niet bijzonder mooi of zo. Maar hij is zo rustig. Als ik weer eens ontplof, van binnen dan, en Knijs kijkt me aan, dan gaat de storm meteen liggen. Wat er ook gebeurt, Knijs blijft kalm. Ook met Meis toen. Iedereen was in paniek, maar Knijs niet. Bij maar zoeken en zoeken, ze was al uren weg. Maar Knijs liep rustig rond en je zag hem denken. Mijn vader rende de stal in en uit en opeens zegt Knijs, ga jij eens naar buiten, baas? Ik hoop niet dat ik gelijk heb, maar laat me even. We hoorden de trekker aanslaan en even later ging hij weer uit. En toen kwam hij naar buiten, met Meis in zijn armen. Zijn ogen stonden vol met tranen, maar hij was doodkalm. Knijs. Kalme Knijs. Toen hij me voor het eerst aankeek. Ik weet niet. Ik wachtte op die blik van, goh, wat een lelijkerd. Maar niks. Hij keek gewoon naar me, heel zacht. Net zoals mijn moeder kan kijken. Het heeft wel een maand geduurd voordat hij de eerste stap zette. Ik hielp hem bij het melken. Loopt hij langs om een koe aan te koppelen, krijg ik ineens een zoen in mijn nek. Wat ik toen allemaal voelde. Ik was in het land bezig. Ik ging de stal binnen en daar stond hij. In zijn hemd. Hij veegde met zijn arm het zweet van zijn voorhoofd. Hij wist meteen waar ik voor kwam, maar hij zei niks. We zakten door onze knieën en zo bleven we een hele tijd zitten. Gewoon, voor elkaar. Ik streek door zijn haar. Hij streelde mijn haar. Die grote boeren knuisten, ze streelden me. Zijn vingers gleden langs mijn armen naar beneden. Ik smelt. Opeens heb ik het niet meer. Ik ruk dat hemd van zijn lijf, knoop mijn blouse open en stort me bovenop hem. En dan staat Meis ineens achter me. Jezus! Sta ik op het punt om, zou ik voor het eerst van mijn leven, zal ze dat ook nog eens voor me verpesten. Ik voelde het bloed naar mijn kop schieten. Ik knoopte mijn blouse dicht, kwam overeind en schreeuwde, dit is de laatste keer geweest dat je de boel in de war hebt kunnen schoppen, jij klein kreng!
Maar hij schrok en holde weg. En toen... En toen zeg? Pa! Wat gebeurde er toen? Je hoeft echt niet terug naar je zolletje. Maar ik wil het weten. Ik moet het weten. Ik wou haar alleen maar bang maken. Echt. Ik wilde helemaal niet meer stoppen. Ik hield haar tegen en schreeuwde. Wou jij dit aan papa gaan vertellen? Nou, reken maar van niet. Jij zal nooit meer iets aan papa vertellen! En zij maar gillen. Maar gillen. Wat heb je toen gedaan? Niks. Echt niet. Mij zolde terug naar de strobalen en ik ging achter haar aan. Maar toen ik daar aankwam, toen was ze weg. Ze was gewoon weg. En ze is weggebleven. En wat heb je toen gedaan? Ik weet het niet. Ik ben op de tas geklommen, ik heb buiten gezocht, overal, alles. En toen kwam ik uit het land met de trekker om stro te halen. En het enige wat ik aan dacht toen die tas instortte was... Wuben weer hoor, je kan ook niks aan hem overlaten. Ik vind het zo erg voor je pa. Het is erg voor jou, zus. Kom. Ga slapen. Dat is genoeg. Dacht je echt dat ik... Wat ik al nog niet gedacht heb. Mensen zijn rare wezens. Dat niet. Dat niet. Het was een ongeluk. Is het niet dat Job God vreest? Trek nu uw hand uit en tast alles aan wat hij heeft. En zie, een grote wind kwam boven over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat ze stierven. Opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Wat ik vreesde en vreesde, en zij is mij aangekomen. En wat ik schroomde, is mij overkomen. Ik was niet gerust. Ik was niet stil. En rustte niet. Word wakker, man! Nog even, en de schouwburg kan dicht. Want dan zit je zonder licht. En ze kwamen om hem te beklagen en te vertroosten. Wat zeg je? Ja, natuurlijk mist hij mijn zus. Maar kijk, hij doet net alsof het enige kind was. Is. Was. Tima is mij schande aangedaan. Gij schaamt u niet. Gij verhardt u tegen mij.
God, o God, waarom heb je mij verlaten? Die is toch uit dat andere stuk? Ja. Een ander stuk? Oh, de dag vergaat wanneer ik geboren ben. En de nacht waarin men zeide, ik knecht is ontvangen. Waarom zijn mij de knieën voorgekomen? Waartoe de worsten, opdat ik zuigen zou? Dit lijkt me het moment om te zeggen dat we gaan trouwen. Nou, laat hem maar even Jokka gaan kopen. Mijn geest is verdorven. De dagen worden uitgeblust. De graven zijn voor mij. Meis! Hoi! Ik kom even gedag zeggen. Even gedag? Ja. voor altijd. Nou, dat weet ik niet hoor, maar voorlopig voor altijd, ja. Maar... Niks maar. Hier. Geef mij deze maar mee. Daar zal ik over zorgen. En nu? Nu moet je loslaten. Verdriet houdt alles vast. Zo kan ik toch ook niet verder. Maar waar moet je heen? Oh, er is nog zoveel. Maar eerst moet ik naar het licht. Het is me hier te donker. In het licht kan ik opnieuw beginnen. Dat moet je ook doen. Wanneer is het première? Maandag. Maar ik weet niet of ik... Pak het licht! En dans! Daarna is het over. Dan kan je verder. Maar zie ik het er nooit meer? Nou, je hebt toch wel een foto van me? Nou, dag pap! Meis! Alsjeblieft. Ik kan het niet. Het moet, pap. En het is echt goed. Maar doe het dan voor mij. Nu, gewoon loslaten. Dag, lief meis. Dag, lieve pap. Het is allemaal nog goed, hè? Ik wil maar een hele dikke doen voor mij. Doei. Wacht even. Groep 14, 1 en 2. Dat vind ik niet. De mens van een vrouw geboren, het is kort van dagen en zat van onrust. Zij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Zij vlucht als een schaduw en bestaat niet.
En voor nu wens ik u heel veel plezier en veel zien en luisteren naar de Ballroom Sister. Thank you.
gespeeld heeft en een mooie muziek heeft gemaakt. Het koor, de spelers en Jan en Jolies, waar wij te gast waren vanavond. Vanavond